Rond 11:15 's nachts werd de deur van de moskee beschoten. Op dat moment was er een handjevol mensen aanwezig. Zij kwamen met de schrik vrij. En ik was zelf ook hier, maar ik was eerder weggegaan rond de 9 uur. En dan pas één dag na heb ik gehoord wat er allemaal gebeurd is hier. Het is de eerste keer dat de moskee voor de Turkse gemeenschap zoiets overkomt. Ik sta 15 jaar hier ongeveer. Ja, we hebben nooit een probleem met de omgeving gehad. Nooit. En dat gebeurt nooit ook. Dat zal nooit gebeuren ook. Het is nog onduidelijk waarom er is geschoten. De politie heeft een onderzoek ingesteld.